Jan Doense, directeur Film by the Sea in Vlissingen, prachtig filmfestival. Morgen van start. Waar moet ik morgen naartoe? Welke film moet ik gaan zien? Nou, ik hoor het natuurlijk uit mijn hoofd te weten, maar dat is onmogelijk, want we hebben meer dan 100 films. Ik heb dus het blokkenschema voor me liggen en ik heb wat films omcirkeld. En ik denk in eerste plaats dat dat de mensen gewoon de kans moeten grijpen om onze openingsfilm nog een keer te zien. La Belle Époque van Nicolas Bedos. Ik vond het een geweldig film. Echt een gedroomde openingsfilm voor Film by the Sea. Het verbindt oud en jong. Het is oppervlakkig als je wil dat het oppervlakkig is. En diepgaand als je wil dat het diepgaand is. En je komt er met zo'n smile uit. We gaan even kijken. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps. Concernant l'époque, vous avez une idée? Le 16 mai 74. Bonjour monsieur Drummond. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Viens, venez, viens, laissez un peu la lumière. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Je sais que tout est faux, mais c'est pas désagréable. Elle revient quand? Elle n'est pas censée revenir, ce sont des comédiens. Mademoiselle! Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde! Putain, je parle comme une chanson. Oké, Jan, dat klinkt als een mooie film. Filmtip 2 voor morgen? Filmtip 2 is een kleine Japanse film die ik ontdekt heb op het Cinemesia Filmfestival in Amsterdam. En die heet Bone Born Bone. En ik vond dat... om te beginnen voor Film by the Sea een leuke film, omdat hij zich afspeelt op een eiland aan de kust. Dus films waar strand en zee in voorkomen, heb ik mij laten vertellen, hebben altijd een streepje voor bij Film by the Sea. En dit is eigenlijk een hele kleine, aandoenlijke en aangrijpende filmchroniek over een beetje een uit elkaar gescheurde familie die bij elkaar komt om de overleden vrouw van de vader opnieuw te begraven volgens een oud ritueel waarbij de botten worden opgegraven nadat ze een tijd eerder al begraven zijn. Dan worden ze gewassen en opnieuw bijgezet. En al die familieleden met hun rare hebbelijkheden en onhebbelijkheden komen bij elkaar. En ja, verzoenen zich dan met elkaar en hebben daar op dat zonovergoten eiland aan de kust eigenlijk een prima tijd. En aan het eind zit je echt even met een brok in je keel als moeder wordt opgegraven en weer opnieuw wordt bijgezet. しかし、もう一度だけ会うことができる。そんな古い風習が粟国島には残っている。 Ja, oka. 4年後。4年ぶりに再会する家族。ただいま。そのお腹どうした？太った。太った。お店の店長とセックスした。 みんなには迷惑かけない。もうすでに迷惑かけてるんだよ。信子さんは何やってる？この家の長は信綱だよ。この人は何もできない。あの家は工場が潰れてからほんと、いついてないね。恵美子さんは死んだんだよ。ずっと酒に逃げてたんだな。自分だけが人生苦しいと思ってるのか。 朝起きたらいるんじゃないかって。お母が作るジューシーはみんな大好きだった。大人なら大丈夫よ。ではあの世に入ります。家族を一つにしてくれたのは 骨になった母でした。お母、ありがとう。仙骨。
開けるよ。Filmtip 3, Jan, vanmorgen. Wat gaan we zien? We gaan zien Piranha's van Claudio Giovannesi. Italiaanse film. Een vrij harde maffiafilm, of eigenlijk moet ik zeggen Camorra-film. Het is een film die gebaseerd is op het boek De Kinderen in de Sleepnetten van Roberto Saviano. Bekend van Camorra. En deze film gaat over, ja, hij zit in onze film- en literatuurcompetitie. Dus hij gaat beoordeeld worden door de vakjury. En hij gaat eigenlijk over hoe de kleine kinderen eigenlijk van jongs af aan al worden geïndoctrineerd om zich aan te sluiten bij de georganiseerde misdaad. Pittige film. Waarom heb je hem gekozen? Nou ja, omdat het Saviano is, om te beginnen. En omdat het gewoon een hartstikke goede film is. Oh, was je me af? Iedereen moet bisogno zout. Ga maar fatica. Come si faci di bravo. Ma faccia buschi zout. Sono tu andando a casa stasera, fra. Ma che ne è? Chieto il non selvaggio, Su scemi in me, ti lascio. Due quartieri sono rimaste tre scemi. Quindi scendi in te. Nico, puoi questo quartiere sempre in allarme. Voi tenete l'arma, ma tenete l'uomo. L'uomo ne tenga, ma non tenga l'arma. A voi c'è che mani creatura. Quando è la dire? E te, insieme ci mangiamo. Ma che stiamo noi? Si deve chiamare un quartiere nuovo. I tacciro. Senti, ma tu che vuoi a me? Non arrivo agli asciutti. Ma perché il sistema sta male in creatura, mo? Ma quando tu ruota in mezzo a vino? Mezz'ora ruota in mezzo a vino! Oh, stavo in marrono, eh? Non è da passare giù! Tu vieni a vivere con me? Ma ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo?